Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Na een tamelijk grijze ochtend begint de zon vanuit het noordwesten nu af en toe wat vaker door te breken. In het uiterste zuidoosten van het land komen ook nog een paar lokale buitjes voor. Maar als we de radenbeelden in beweging zetten, dan zien we dat die buien inmiddels het land aan het verlaten zijn. In de rest van het land nog lokaal een enkele regenbui, maar op de meeste plaatsen is het toch wel droog. Dat geldt ook voor vanavond. Op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van wolkenvelden en wat opklaringen. De wind gaat behoorlijk afnemen, het waait uit de noordwestelijke richting en is zwak of matig. Komende nacht ook een afwisseling van wolken en opklaringen. Op een enkele plek kan het wat nevelig worden of ontstaat een misbank. De temperatuur daalt naar 17 graden in het zuidwesten tot 13 graden in het noordoosten van het land. Dan morgen overdag. Dan schijnt de zon vrij geregeld. Er drijven ook wel wolkenvelden nog over het land. En met name in het zuiden en westen zou een enkele bui tot ontwikkeling kunnen komen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak of matig en veranderlijk van richting of waait uit het westen tot zuidwesten. Dan de dagen daarna op de woensdag schijnt de zon behoorlijk. Dan blijft het overal droog. Er wordt het 23 graden in het westen en in zomerse 26 of 27 lokaal misschien zelfs 28 graden verder landinwaarts. Waait een zwakke tot matige westelijke wind. Op donderdag begint de dag nog vrij zonnig en warm. De temperatuur kan in het oosten nog oplopen naar 25 graden, waarin de loop van de dag neemt de bewolking flink toe en dan aan het einde van de middag of 's avonds trekken er buien vanuit het westen over het land. En daarmee gaan we naar wisselvalliger en vooral ook koeler zomerweer toe. Op vrijdag, u ziet het goed, de middagtemperatuur tussen 17 en 19 graden. Op geen enkele plek wordt waarschijnlijk meer de 20 gehaald. En dat is alweer twee maanden geleden dat we zulke lage temperaturen overdag gehad hebben. Er waait daarbij hebben ook nog eens een behoorlijk stevige wind uit noordwestelijke richting. En kijken we dan naar de 15-daagse verwachting, dan zien we dat ook op zaterdag en zondag op veel plaatsen de temperatuur niet aan de 20 graden komt. Daarna krabbelt het kwik langzaam weer wat op, maar echt zomerweer met temperaturen van 25 graden of hoger, dat ziet er voorlopig echt niet meer in. En als we kijken naar de neerslagverwachting, dan zien we dat met name dus de donderdag, dat zijn de buien later op de dag, en de vrijdag en zaterdag eruit springen als dagen waarop er behoorlijk wat regen kan vallen, zeker die zaterdag. Daarna af en toe een bui, maar toch overwegend ook wel droog weer. Al met al dus richting het einde van augustus en begin september normale temperaturen voor de tijd van het jaar en wat lichtwisselvallig. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.